Achter in de toko vinden de audities plaats. Een oproepje op de Hawaii-site leverde 8 reacties op. 5 ukulelespelers, een zanger en 2 zangeressen melden zich. 2 oudere mannen waren met hun ukulele op auditie geweest in Toko Hardy. Ze speelden zo zieloos dat ze het instrument belachelijk maakten en reduceerden tot een kindergitaar. George had zich voor langere tijd opgesloten in de wc. Ja, mijn roman gaat over de 80-jarige Indische Hardy. Ooit wereldberoemd met de Honolulu Kings en hij wil nog heel graag een keertje optreden met zijn vrienden. Maar daarvoor heeft hij nieuwe muzikanten nodig, want de meesten zijn dood. Er was ook een jongen op de auditie verschenen. Nog geen 23 jaar, maar met een prehistorische baard, waarachter een ingevallen gelaatsschel ging, omlijst door lange piekharen. De jongen, geboren en getogen in Zwaanshoek, speelde Hawaii en country rock. Na 3 psychedelische zelfgecomponeerde nummers op de ukulele, pakte de jongen een gitaar en verloor zichzelf in een country rock die doordrenkt was met Neil Young. Hij boog zich diep over zijn gitaar, waardoor het leek alsof de knul gebukt ging onder maagklachten. Verbijsterd keken George en Kok toe hoe de jongen zichzelf in trance wist te brengen, totdat een sliert haar verstrikt raakte tussen de snaren. "Nou ja, ik ben bang dat we niet helemaal matchen," zei George, terwijl de knul zijn haren uit de gitaarhals pulkte. "Je bent beslist authentiek, maar let's put it mildly. Wij houden niet zo heel erg van Neil Young." Nadat hij was vertrokken, spuwde ze hun gal over Neil Young, totdat een 78-jarige Indische vrouw zich meldde voor haar zangauditie. Met zwabberende stem spokkelde ze in steenkolen Engels A Song of Old Hawaii bij elkaar. Nadat ze haar vriendelijk doch resoluut hadden afgewezen, vergeleek Kok haar stemgeluid met de begraafplaats waar zijn vrouw lag. Hij kreeg er de koude rillingen van.